Een bloeddraaier met Ekje. We gaan een bloeddraaier, ja nog eentje, ja. Nou, dit is weer een nieuwe Ekjes vlog. Nou, Berhoest in Bulgarije. We gaan een blauw roken met Barry. Lekker man. Nee, kijk, we zitten weer zo. Kijk hier natuurlijk ook gewoon naar Wilders. Daar volgen gewoon de politieke beschaving hier ook natuurlijk. Maar wat praat die man een bullshit, die Rutte? Hij lult zich aan alle kanten vast, man. Wat een gek. Hier en daar en daar. Het is gewoon niet meer te doen met die man. Hij moet gewoon weg. Heel simpel. Degene die nou nog om stemt, die begrijp echt niet hoe het leven in elkaar zit. Maar goed, we snappen al allemaal dat hij eigenlijk gewoon een Europees en een internationaal baantje wil. Dus laat hem lekker opleuren. Maar niet internationaal, gewoon achter de geraniums of zo. En laat die Wilders nou eens een keertje die stapelbroek aantrekken. Want ik word er niet goed van, man. Van al die gezeur en dat gezeik. Kijk hem staan, flapbroel. Wie hier erbij staat, de flapbroel, hij lacht gewoon. Gadvertallen, wat een vieze peek, joh. Ba, 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 ba. Nou, mensen bij deze enjoyed. En het is hier nog steeds fantastisch. We gaan gewoon lekker dadelijk een beetje eten. En lekker vanaf het balkonnetje. En dan nog even lekker in het zonnetje. Nou mensen, in ieder geval fijne avond. Enjoy het, geniet ervan. En tot ziens. Later. Dus we sturen heel sterk nu de komende weken en maanden op hoe gaat het in de ziekenhuizen. We sturen niet op ziekenhuizen. De ziekenhuizen zijn een indicator. Waar je op stuurt is op het aantal besmettingen. Dus onze aanpak waarbij je stuurt op de ziekenhuizen. Maar je stuurt op besmettingen en je indicator is wat gebeurt er in de ziekenhuizen. Omdat we echt scherp blijven sturen op besmettingen en dus ook ziekenhuisopnames. Betekent het dan dat we niet sturen op besmettingen? Want die vraag is hier wel gesteld. Nee, we kunnen onvoldoende sturen nu op de besmettingen. Maar je kijkt ook wel degelijk natuurlijk naar wat gebeurt er in de ziekenhuizen. Niet omdat je niet stuurt op de besmettingen. Nee, je blijft ook sturen op de besmettingen, maar uiteindelijk is dat een contextfactor. De primaire indicator waar je nu op moet sturen is het ziekenhuis. Het aantal besmettingen is gewoon voeding en het belangrijkste indicator van waaruit je vertrekt. Of belangrijkste, sorry, sturingsbron waaruit je vertrekt. Dus je kijkt zowel naar besmettingen en de indicator is het aantal ziekenhuisopnames. En Hugo, misschien kun jij zo nog even iets nader ingaan op die aanpak voor het najaar. Zijn we nou op ziekenhuis aan het sturen? Of zijn we nou op besmettingen in de context van ziekenhuis aan het sturen, of we zijn echt op besmettingen aan het sturen? Ja, dat is een terechte vraag. Nog een keer, de strategie is sinds het begin van de uitbraak van de crisis niet gewijzigd. Hoe zorg je ervoor dat de ziekenhuizen het aankunnen? Daar stuur je op. En we sturen dus echt heel erg sterk nu op die ziekenhuizen. Dus het is niet zo dat we sturen op ziekenhuizen. We sturen echt. Een indicator is het wel. Het is een van de dingen waar je naar kijkt om te zien, moet je op een gegeven moment naar een ander risiconiveau gaan. Zo doen we dat al anderhalf jaar. Stel dat ik eens voorvoorzitter, een gemeentekantoor hier in Den Haag. Iemand komt langs en zegt, hallo, ik ben Mark, maar ik wil me graag inschrijven als een meisje. Ik voel me en ik gedraag me namelijk al heel lang als een meisje. Ik wil nu een meisje zijn, noem me maar Sigrid en schrijf me in het register. Voorzitter, welke gek verzint zoiets? Dus zelfs in Bulgarije kijk je naar die plaag, Ber. Het is ongelooflijk, hè. Nou, als je terug bent, dan gaan we wat doen. Dit was weer een nieuwe Ekjes vlog. Weet je wat die Rutte moet gaan doen? Die moet lekker gaan zwemmen. Maar niet in de Bacardi Lemon.